Hoi iedereen, vandaag gaan we onze eigen tekening op een muur of een deur projecteren. Dat ziet er zo'n beetje uit. Je hebt daar in ieder geval een zaklamp voor nodig en een bekertje. Een wc-rolletje kan ook, maar werkt iets minder goed. Je gaat het bekertje de bovenkant afknippen, daarna doe je de plakband op en dan kan je met een goede dikke stift een tekening maken. Als je dat helemaal af hebt, kan je met de zaklamp erin schijnen en dan krijg je hetzelfde effect. Kijken jullie mee hoe ik er nog eentje maak? Zegel werkt het net zo makkelijk, alleen dan heb je al een gaatje, dus hoef je niet meer te knippen. Als je het eenmaal hebt gemaakt, hoef je het alleen nog te testen. Mijn zaklamp heeft verschillende standen, van heel sterk naar heel zwak. Als je heel zwak doet, zie je het een stuk minder goed. Ik zie hem wel een beetje, maar jullie denken helemaal niet. Hoe sterker die wordt, hoe beter. Je kan hem ook veel verder maken, dan wordt hij groter, maar onscherper. Let ook op dat je niet je licht precies in het midden schijnt, dan zie je het niet meer. Een beetje naar beneden halen. Nee. Kijk of de wc-rolletjes ook werken. Die zie ik zelf. Ja, nu zie ik ook. Ook nu richt je lamp een beetje naar beneden toe en niet recht erop. Nou, zo kan je dus simpel een kleine tekening groter maken en op de muur richten. Hoe donkerder het is, hoe beter het gaat. Als je bekertjes gebruikt, kan je ook leuk combineren. Zo heb ik bijvoorbeeld hier een zonnetje opgemaakt. En hier is alleen maar blauw. En als ik dan de zon erop zet, krijg je dus een zonnetje met blauwe achtergrond. Of een vlindertje. Zet de blauwe achtergrond weer op. Dan krijg je ook weer een ander effect. En dat kan ook met de zon. Zo kan je leuk spelen als je die allemaal op elkaar zet. Dit was het alweer. Tot de volgende keer. Doei!